Welkom bij een nieuwe Make-up Date. Yes, veel plezier. Voor Pieter is vrijdag altijd de minst prettige dag van de week. Want behalve handvaardigheid heeft hij ook gym. Jongens, dit is Olivia. Zij komt vanaf vandaag bij ons op school. Nou, hoi, ik ben Pieter. En welkom op school. Hey, en ik zorg voor een sleuteltje voor het kluisje. Dan gaan we nog even de rest bekijken. Dat kan nog net voor de les begint. Hier is het schoolplein. Door die deur. Ik lees best wel vaak over liefde op het eerste gezicht. Best wel onzin. Maar Olivia is anders dan anders. Hallo. Wat kijken jullie nou? Wat kijk jij nou? Zullen wij samen? En waarom denk jij dat ik met jou zou willen? Omdat je verder ook nog niemand kent. Oké, nou, dan gaan we samen. Indruk maken, dat doe je niet echt door een tekening te maken waarop ze eruit zien als een zombie. Ik protesteer. Wat doe jij nou, Pieter? Nou, ik vind het veel te ouderwets dat wij hier met een potlood op een dode boom moeten gaan tekenen. Dit is Pieter 2.0. Oh, we gaan het niet doen. Nou, dan pak je je spullen en dan ga je eruit. Want als jij niet doet wat ik zeg, dan wil ik je niet meer in mijn les. En dan hoop ik dat mevrouw de Jong een leuk klusje voor je heeft. En dat je dat niet weigert, jongen. Oké, tot ziens, meneer. Doei. Pieter, ik kon toch niet lopen? Ja, dat klopt. Ik weet het goed gemaakt. Je kan gaan opdrukken. Wat is er met jou gebeurd? Hoezo? Als die lijkt op een reclamepop uit die winkel naast die ijssalon. Oh, bedoel je dat? Nou ja, ik mocht gewoon nieuwe kleding kopen van mijn ouders. Ik heb afgelopen weekend veel series gekeken om te zien wat coole gasten nou allemaal aantrekken, hoe ze praten en hoe ze staan. En dat ga ik nu dus ook doen. Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Want anders, dan wil ik best nog een keer langslopen. Wat is er met jou gebeurd? Je was zo leuk, maar kennelijk ben je net zo nep als de rest. Het is dinsdag en Liz is niet bepaald in haar beste humeur. Niet zo gek nadat ze zonder ontbijt naar school is gegaan en net 2 uur wiskunde heeft gehad. Ik zou dat serieus niet meer eten als ik jou was. Nope. Dus kunnen we je ook een pak koek geven voor verjaardag? Je bent morgen toch jarig? Ja. Waarom heb je dat niet gezegd? Geef geen feestje of zo? Nou, nee, verjaardagen boeien me niet echt zo heel erg. Ik vind het echt superleuk om een feestje te geven. Maar iedereen denkt dat ik in een kast van een huis woon, terwijl ik eigenlijk gewoon in een flat woon. Ja, wat voor feestje wordt dat dan? Mam? Ja? Mag ik morgen iets leuks doen met mijn vrienden? Ja, Liz, ik zou echt heel graag willen dat we dat kunnen doen, maar het gaat gewoon niet. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, hiep, hiep. Hoi! Ja, over vanmiddag, dat gaat dus misschien niet meer door. Alweer? Hoezo niet? Nou, mijn moeder die kan niet en ze wil niet dat ik alleen ga. Nou ja, ik vind het maar gek. Kom, we gaan naar school. Thanks. We hebben eigenlijk geen geld om uit eten te gaan. Hoezo? We zijn eigenlijk best arm. Sinds mijn vader is vertrokken heeft mijn moeder gewoon geen geld. En heeft ze 2 banen omdat we heel erg veel schulden hebben die we moeten betalen. Maar ik woon ook helemaal niet in een groot huis. Ik woon eigenlijk gewoon in een flat bij het industrieterrein. Maar daarover heb ik gelogen. Sorry. Oké, mijn leven is voorbij in 3, 2, 1. Nou, fietspomp. Terugbrengen. Ja, zeker. En op zijn plek zetten. Komt goed. Heb je zin om anders zo mee te fietsen? Ik moet de andere kant op. Ik woon bij het industrieterrein. Ja, maar gewoon naar het winkelcentrum, ijsje eten. Ik trakteer. Jairo en zijn vriend, tweede klasser Levi, hebben pauze. Zoals gewoonlijk is Levi meer bezig met zijn telefoon dan met Jairo. Je vriendinnetje of zo. Je woont zo in dat ding. Heb jij een vriendje of zo? Je loopt iedere pauze je haar te doen. Ja, dan moet het toch wel goed uitzien. We kunnen ook iemand pranken. Wie dan? Bos. Ja. Hoe wil je dat gaan doen? Watch and learn. Oh, sorry. Jairo! Jairo! Hier komen. Snel een beetje. Hoe hou je het in je hoofd? Ik ben je leraar, hè? Een beetje respect.
Nou, ik heb een troost voor je. Ik heb alles gefilmd. Ja, ik denk gewoon niet dat het een goede video is om te plaatsen. Je weet niet als ik er meer van plan ben. Wat ben je er mee van plan dan? Nou, ik kon dus je video gaan lipzinken. Hoe haal je dit in je hoofd? Ik ben je leraar, hè? Een beetje respect. Weet je wat dat betekent? Kan je het schrijven? Spellen? Ik zou jullie echt een keertje goed onder handen moeten nemen. Waar ik het over heb? Over dat geinig filmpje. Alle leerlingen hebben het over. Hoe haal je het in je hoofd? Ja, als ik wist dat Jairo het van plan was, had ik sowieso gezegd dat het niet grappig was. Oké. Nou, Jairo, sowieso blijft het niet alleen bij push-ups, hè? Je kan je elke ochtend gaan melden vanaf volgende week om me te helpen met het opzetten van de gymzaal. Sorry, ik heb les. Wauw. Wat? Ik had wel iets meer van jou verwacht, Levi. Misschien iets van een sorry dat ik heb verraden bij Bos. Die middag hebben de jongens na school afgesproken en wacht Jairo na zijn laatste les op Levi. Alleen wacht hij al meer dan een kwartier. Wat ben je aan het doen? Sorry, ik heb geen zin meer. Sorry, ik was het helemaal vergeten. Ik kwam eens tussendoor. Ik kwam wel met je mee, maar dan wel later. Ik moet nog even wat doen. Nee, laat maar. Ik zie je morgen wel. Het is donderdagochtend. Jairo zit in het lokaal van Steenkamp nog wat te werken aan een project. Ja, wat doe je hier? Het is pauze, weet je wel. Heb je de bel niet gehoord? Jawel. Ik heb komend weekend gewoon veel huiswerk, dus ik kom het project morgen inleveren. Ik herken dit nog wel van vorig jaar. Ja, ik had die troep toen niet schoongemaakt. Wat kom je hier doen? Behalve praten over mijn project. Ik heb een gesprek met Steenkamp. Nou, volgens mij zie ik hier geen Steenkamp, of wel? Je verbergt iets, jij doet echt heel vaag de laatste tijd. Er is helemaal niets en dat heb ik je al 100 keer verteld. Er is ook iets. Alleen mag Jairo dat niet weten. Ja, niet alleen Jairo. Ik heb liever dat niemand dat weet. Ik ben gewoon mezelf hoor. Dezelfde jongen, dezelfde kleren, dezelfde alles. Je mag misschien wel hetzelfde uitzien, maar je gedraagt je anders. We gingen vroeger nog elke pauze samen gamen en nou ineens niet meer. Het gaat om mijn pa. Die heeft een angststoornis. Ja, en daarom durft hij niet meer naar buiten. Hij is vet depressief en hij wil niemand zien. Ik ben ziek, oké? Okay? Ik heb 5 gehad. Vandaar dat ik altijd moe ben en niet kan leren. Nou goed. Waarom neem je dan wc-papier mee? Mijn vader wilde dat ik boodschappen ging doen. Maar ik ben te moe. Dus ik dacht, oké, dit is wel makkelijk. Dat kan ik wel begrijpen, ja. Wat ik niet begrijp, is dat je het gewoon op school vertelt. Het is toch niks raars? Niks raars? Denk je nog dat er een meisje met mij wil zoenen? Als hij heeft gehoord dat ik 5 heb, weet je hoe lang dat in je lichaam blijft zitten? Momenteel staan de lessen in het teken van de toekomst. En voor handvaardigheid moeten de leerlingen daarom hun eigen stad van de toekomst bedenken en uitwerken. Zoals jullie weten is het project Bouwen aan de stad van de toekomst een gezamenlijke opdracht voor aardrijkskunde en handvaardigheid. Ik denk wel echt dat we gaan winnen, jongens. Zagen winnaars bij deze opdracht? Nou, die zouden er wel moeten zijn en dan zouden wij winnen. Want wij zijn echt het topteam, vind ik. Ja. En onze stad zit supergoed in elkaar. Ja, ik vind ook dat onze stad gewoon supergoed was. Hey, trouwens, Soraya vraagt of we langs kunnen komen naar school. Oké, ja. Ze was wel ziek, maar ze is inmiddels schoolziek. Ze gaat rekken tot morgen. En ze verveelt zich dood, zegt ze. Dus daarom moeten we langs komen. Heb ik nog snoep? Want dan moeten we meenemen. Ik heb nog wel een euro bij me, maar daar kunnen we dan alleen maar een rolletje troep van kopen. Dus dat is wel een beetje weinig, maar ja. Ik kan wel snoep kopen. Ik wil wel mee. Ik ben wel benieuwd waar Soraya woont. Ja, ze schrijft nu dat ze 2 eigenlijk goed vindt, maar dat ze 3 te veel vindt. Zullen we anders na schooltijd afspreken? Leuk. In de fietsenstalling? Oké. Ja? Ja. Dat betekent zoenen. Na vandaag zal ik niet meer de enige zijn van mijn vriendengroep die nog nooit gezoend heeft. Naomi die vroeg me net of ik na school met haar wou afspreken in de fietsenstalling. Ja, je begrijpt toch wel wat dat betekent? De fietsenstalling betekent zoenen. Ik dacht dat iedereen... Ja, ik snap dat wel, maar weet je zeker dat je daar zin in hebt? Waarom zou ik daar niet zin in hebben? Oh ja, omdat ik kon gaan gamen met Farid. Dat Naomi misschien een spelletje met je speelt. Dat ze je niet echt leuk vindt, zeg maar. Maar waarom zou ze dan met mij willen zoenen? Nou, misschien wil ze dat ook niet echt, maar doet ze gewoon alsof. Maar waarom zou ze doen alsof? Ik heb het idee dat ze echt heel erg naar Soraya opkijkt. En dus dan ja, vind je jou close met Soraya te willen worden. Denk je dat echt?
Het is heel toevallig dat ze je eerst niet zag staan en nu je met Soraya omgaat opeens wel. Ondanks Farid's advies is Pieter toch naar het fietshok gegaan. Oké, dan zie ik je morgen weer, denk ik. Ja, morgen? Ik dacht, eigenlijk gebruik ik Naomi ook gewoon. Want ik wilde zoenen en dat heb ik nu gedaan. En misschien gebruik ik haar nog wel meer. Want nou ja, ik heb gekregen wat ik wilde. En als zij nu geen vrienden wordt met Soraya en Farid, dan heeft zij dus niet gekregen wat ze wilde.